Dat is dit jaar voor het vijfde seizoen dat we er last van hebben. Dus we hebben al vijf seizoenen lang dat we niet kunnen voetballen op ons hoofdveld en op ons Wetraveld. Het bestuur van voetbalvereniging Rodenburg zit met de handen in het haar. Al jaren zorgen Engerlingen ervoor dat de natuurgrasvelden van de club in de winter onbespeelbaar zijn. Engerlingen zijn larven van kevers en die worden opgegeten door de kraaien. En de kraaien trekken daardoor het gras kapot, waardoor we gaten in het veld krijgen, waardoor we niet kunnen voetballen. Het was voor voorzitter Leon Kloos niet direct duidelijk dat de kleine beestjes de problemen op het veld veroorzaken. In het begin waren we natuurlijk in het ongewis van wat het was. Want we dachten, hoe komen die gaten vandaan? Zijn er toch stiekem scholen of iets op dit veld aanwezig? Maar na een korte studie bleek toch dat er Engelingen waren. En meerdere verenigingen hebben er last van. Ook Warmoenda had er last van gehad volgens mij. En bij Boshuis hebben ze ook wel eens last gehad. Dus dan kom je samen tot de conclusie dat Engelingen zijn. Alleen bij het ene veld heeft er meer last van dan het andere veld. En wij hebben dus dusdanig last van dat we niet eens op kunnen voetballen. Er wordt van alles geprobeerd om de larven te bestrijden. De gemeente is continu bezig om het te walsen en op het aan te stampen. En ook zijn ze bezig met biologische bestrijdingsmiddelen. Dus ze hebben aaltjes die ze in het veld sproeien. En op die manier zou het af moeten nemen. Maar het lukt dus nog niet om ze helemaal eruit te krijgen. Waardoor we wel last blijven houden van gaten. Waardoor we dus op zaterdagen niet altijd op ons hoofdveld en op ons Wetraveld kunnen voetballen. En wat moet er dan wel gebeuren? Eigenlijk hoop ik dat er een kunstgrasveld komt, want in het kunstgrasveld heb je er echt zeker weten geen last van. En alle andere middelen of beloftes die we doen is geen garantie dat het weg is. Dus we kunnen een Wetraveld van maken, maar de harde garantie die wij kunnen krijgen is een kunstgrasveld, want dan weten we zeker dat we vanaf zijn. Dus het hoofdveld naar kunstgras. Begin december bespreekt het verenigingsbestuur de situatie opnieuw met de gemeente.